In de vroege ochtend hebben wij een melding gekregen dat een aantal buurtbewoners hebben knallen gehoord. Wij zijn in eerste instantie ter plaatse gegaan met de gedachte mogelijk dat de vuurwerk is afgestoken. Maar toen wij ter plaatse kwamen bleek toch dat er forse knallen zijn geweest. En wij verbinden op dit moment aan handgranaten die afgegaan zijn in deze straat. En schade waaraan? Schade aan woningen, schade aan auto's. Er is echt forse schade in deze straat op diverse plekken. Dus dat betekent ook uitgebreid onderzoek van de politie. Hoe gaat dat nu uitgevoerd worden? Ja, dat betekent inderdaad uitgebreid onderzoek. Daar zullen we langere tijd mee bezig zijn. We zijn op dit moment, zoals dat in ons jargon heet, aan het opschalen. Dat wil zeggen dat er forensische opsporing komt, dat er rechercheurs komen. En dat men nadrukkelijk onderzoek in deze straat zal gaan doen om te kijken van waar komt dit nu vandaan. Dan bent u waarschijnlijk nog wel even bezig met het onderzoek. Ja, zoals nu lijkt, ga er maar vanuit dat dat uren en uren gaat duren nog.